Hey, Koen hier van CarGids.nl en tegenwoordig, zoals je ziet, ook van forum.CarGids.nl. Als je nog geen account hebt, dan kun je een account aanmaken door hier op de groene button te klikken. Hier de voornaam, achternaam, e-mailadres en de volgende stap is een wachtwoord aanmaken. En dan kun je meedoen in de cryptocurrency community van CarGids met al meer dan 1000 leden. Dus hartstikke mooi, dank je wel daarvoor. Het groeit maar door dagelijks, dus dat is super. En in deze video ga ik een coin reviewen en om te beginnen doe ik dat een coin met een coin market cap onder de miljoen euro op dit moment, of dollar, mijn excuses, dat is KineCoin. Ik heb wat vragen gesteld, ik wil gewoon wat meer weten over deze coin en het team bestond echt, ze hebben echt een hele uitgebreide white blue paper noemen ze het zelf. Het is gewoon een jong team, er zit een hele jonge kerel op, ook nog voor de chief marketing. Die heb ik ook gesproken. Ik heb me wat vragen gesteld. En ik vond het leuk. Die vragen heb ik hier allemaal geschreven. Ik zal het linkje nog even hier op onderstaande video plaatsen. Dus Skycoin. Skycoin is een cryptocurrency. Dus een betaalmiddel. En het wordt ook in de toekomst, wat het ook voor games willen ze gaan gebruiken. We kunnen de website wel even bijpakken. En ze hebben het echt super mooi voor elkaar. Allemaal. En wat er nu allemaal gaande is, dus wat er allemaal nog moet komen, waar ze mee bezig zijn. En het team bestaat dus echt, en ik zal zo meteen alle vragen even doornemen. Dit Skycoin op dit moment heeft een rank van 898, als je nagaat, wereldwijd. Is toch leuk, onder de 700.000 op dit moment. Staat ook wel Coin Market Cap. Op dit moment verkrijgbaar bij de Exchange Cryptopia, ik heb er 2000 van, daar heb ik de 2000 gewoon van, $100, ook omdat deze jongen dat allemaal antwoorden, dus wat is Skycoin, SKC de afkorting, misschien is het een beetje chaotisch, dat mag wel, het is de eerste keer dat ik een coin review, en ik gun die jongens dat ook, dus $100 voor 2000 coins. Nou, in ieder geval, ze hebben een eigen algoritme, hashing algoritme. Als je dat wilt weten, dan moet je even zoeken of naar het forum.coingids gaan. De onderstaande USP's, dus ik wilde weten waarom ik zou moeten kiezen voor Skycoin. Dus, nou, dan kreeg ik dat een persoonlijke mail, heb ik terug mogen ontvangen. En dat vond ik ook wel leuk, want heel veel bedrijven reageren geen eens. Ik heb bijvoorbeeld geïnvesteerd in een SafeDroid Eco en misschien de langere kijkers die mij volgen. Die hebben dat ook wel gedaan. Daar krijg je nog eens antwoord op de mail van. Die laat helemaal niks weten. Ze doen domme marketinggrappen. Dat kan ook allemaal met ICO's. En deze jongen die reageerde leuk terug. Het bedrijf is geregistreerd in Minsk, Wit-Rusland. Belarus is een high-tech park. Moet je even googlen, is echt leuk. In ieder geval, daar is de crypto-business, zegt hij. 5 jaar gelegaliseerd. Omdat het in heel veel landen ook allemaal verboden wordt. Of dat er nog geen vergunningen zijn, dat soort dingen. En dat gaat allemaal over Skycoin. Dus het is dus mogelijk om partnerships te hebben met verschillende bedrijven, eventueel banken. Tokens zijn goed voor vele doeleinden, maar dat is geen token, hè, Skycoin. Maar niet als betaalsysteem, en dat is Skycoin wel, want het is een coin. Het is ook minable volgens mij. Even kijken, ja dat klopt. Dus miners kunnen daar ook naar minen, dus Skycoins verdienen door met grafische kaarten en moederborden zeg ik wel eens, maar met die mining rigs enzovoort. Als je daar meer over wilt weten, kun je ook even naar de categorie op forum.coinrigs minen gaan. Er zit een Martijn, echt een leuk event is dat. Hij heeft dit ook als afbeelding, zomaar even tussendoor. En die jongen doet echt alles over met minen. Echt een leuk event, ik spreek hem regelmatig via WhatsApp en Telegram. Hebben wij ook CoinGates Telegram groep. Hij zoekt alles uit, hij vindt dat gewoon fantastisch. Dus wil je gaan minen of meer willen weten over zelf minen, moet je echt Martijn opzoeken bij deze. Maar dan kun je de Skycoin, ik zou hem eens vragen over Skycoin, of deze kun je gaan minen en wat dat zou op moeten leveren in ieder geval. Even kijken waar we gebleven waren hier, dat er geen tokens was. Tokens zijn maar coins. Skycoin is daarentegen dus niet afhankelijk van een ander netwerk, omdat het een eigen blockchain heeft. Dus dat is ook heel erg positief.
Het werkt op dezelfde technologie als BTC en Litecoin, zoals hij zegt. Maar ze zijn naar eigen zeggen sneller en efficiënter door een eigen hashing-algoritme. Daar, zover ben ik nog niet wat het allemaal precies zou inhouden. Ik weet wel dat het zou wel eco-vriendelijker zijn of dat het minder stroom gebruikt, zoiets. Als je dat weet, laat even een reactie achter, dan weet ik dat ook weer. Dus hashing en algoritmes, dat moet ik nog allemaal leren. Even kijken. Ja, ik ben ook gewoon sinds augustus bezig. Mocht je deze video voor het eerst kijken, dus vandaar. Even kijken. In ieder geval, ze willen SkyPay introduceren. Of ze hebben het al geïntegreerd. Dat weet ik 1, 2, 3 niet. Ze hebben in ieder geval een leuk team van developers. En dat klopt ook allemaal. En dit is het team. En dat is hartstikke leuk. Ik vind het altijd leuk. Ik zou eigenlijk zelf, mijn droom is eigenlijk ook gewoon een eigen CoinGecko. Die ook mineable is. Moet een functie hebben van waardes. Eigenlijk is voor de community. Dat zou ik echt tof vinden. Maar ja, moeten we maar eens kijken hoe we dat ooit gaan regelen. Maar dat is echt een leuk team ook. Die jongen ook, die mij heeft geholpen. Ze hebben een rebranding gedaan. Ik vind het persoonlijk echt, ziet er strak allemaal uit. Samen één team en ze willen een versnelling hoger gaan. Dat klopt wel. Want ze zijn begin dit jaar volgens mij geswitcht van team. Of er zijn nieuwe mensen bijgekomen. De CEO heeft ruime ervaring in de blockchain-technologie en veel professionele connecties die geïnteresseerd zijn in de samenwerking met Skycoin. Nou, kun je Skycoin kopen bij Cryptopia. Als je dat nog niet hebt gedaan, kun je hier een account aanmaken of op de onderstaande link klikken van deze video. Je registreert je. Je zoekt hier de market op. Heb ik ook gedaan hier. Ik heb nog even niet ingelogd omdat ik gelogd ben. Dus even mijn wachtwoord niet meer. Wordt weggelogd 15 minuten. Als je me niet gelooft, ja, dan geloof je me niet. Maar zo is het. Ik heb er in ieder geval 2000 van. En dan klik je hier ergens op deposit Bitcoin. Zoek je dan op en stuur je Bitcoin in. Als je dat niet weet, kun je ook andere video's van mij even bekijken. Dan kun je met Bitcoin eventueel, als je dat wil, Skycoin kopen. In ieder geval, ik wens het team heel veel succes met alles, met deze coin. Ik hou er 2000 stuks, hou ik gewoon. En dan zullen we de volgende keer zien in een andere review of een andere coin. Als je nog vragen hebt die ik moet beantwoorden, of je wilt samen een coin reviewen of iets anders, dan laat gewoon een reactie achter. Ik vind het hartstikke leuk. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Hoi hoi. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Doeg!